Laagvlieger TEC thuis tegen Rijnsburgse Boys. De ploeg die in vorm is, derde staat na 13 speelrondes. En hier ook in de aanval is in de eerste helft. Ligt de bovenliggende partij. Linksback Stroker stoomt op. Mag ver komen. Trekt naar binnen. Geeft de voorzet die onderweg wordt aangeraakt. Parami kan er niet bij. Maar Serboni wel. De man van Curaçao maakt er 0-1 van. Vervangt Donny van Ooyen deze Serboni die geblesseerd aan de kant zit. En maakt zijn eerste van het seizoen. 0-1 voor Rijnsburgse Boys. In de tweede helft mag aanvoerder Goeman er ver van doorgaan. En is dat een goede voorzet. En opnieuw Serboni met de 0-2 ditmaal. En deze is prima afgemaakt. Goede voorzet, laag over de grond. En beheerst afgerond door de man uit Willemstad. Feest dus al voor de uitsupporters, meegereisd vanuit Rijnsburg. En wordt het dan nog mooier. Tillema. Voorzet aangeraakt, Serboni niet. Jonge Nelen dan. Bal van de lijn gehaald door Onyeki. Er wordt Hens geclaimd door Jonge Nelen, maar er is geen sprake van. En dus blijft het 0-2. En dan pas wordt TEC wakker. Deze goede bal van Onyeki richting de wind. Korts tegen de paal. Maar de rebound is wel een prooi voor Holder. En dus wordt het toch nog spannend op Sportpark de Lok. Korts komt een paar centimeter tekort, maar gelukkig voor hem staat Holder er. In de rebound. Nu de laatste kans van de wedstrijd en de beslissing meteen voor Rijnsburgse Boys. Goeman. Eerst al een assist en nu reden voor een dubbelfeest, want hij maakt er 1-3 van. Prachtig aangesneden vrije trap. Ja, kansloos is Van der Sman. 1-3 voor Rijnsburgse Boys. De promovendus blijft meedraaien in de top van de tweede divisie.